Ja, speciale dag vandaag. Ja, we vinden het echt heel spannend. We hebben al wat rondgekeken, maar we zijn heel benieuwd. Ja, jullie hebben het afgelopen weken, maanden heel druk gehad natuurlijk. Er waren die optredens in het Sportpaleis die een mega succes waren. Leek ook superleuk om te doen. Hoe was dat? Ja, het was superleuk. Ja. Hoe moet je dat vertellen? 70.000 mensen die komen kijken en samen komen meebrullen en meespringen. Dat was echt, ons hartje was echt warm geworden. Oh, dat snap ik. Heb jij ervan genoten, Jamie? Ik heb er zo hard van genoten. Dat was echt zo'n graag moment om dat met mijn vrienden te delen. Dus het was zalig. En voor jou een heel spannend moment, hè Emma? Eerste keer zo voor zo'n gigantisch publiek. Hoe was dat? Ja, dat was echt een zot moment. En zeker mijn entree helemaal in het midden van al het publiek in het Sportpaleis. Ja, echt. Het is wat voor woorden. Mega cool. Zeg, zijn jullie naar de optredens geweest van Like Me? Ja! En wat vonden jullie ervan? Goed. Zeg, en zouden jullie zo nog eens gaan als er nog eens zo'n optreden was? Ja! Ja? Is er zo toevallig zo nog een optreden? We vonden het zo leuk dat we hebben besloten dat we het volgend jaar gewoon nog eens gaan doen. En nog een optreden! Oh my god, nog een optreden! Ja, dat is een gigantisch applaus. Oké, dus wij kunnen gewoon nog eens komen genieten. Kei leuk. Jullie zijn hier vandaag niet voor een optreden. Ja, straks eigenlijk wel. Hè. Vanavond gaan jullie hier optreden 4 dagen lang, zeg ik dat juist? Ja. Even checken. Maar vandaag, extra speciaal, openen jullie eigen attractie. Kijk hem hier blinken. Dat gaan we zo meteen doen. We gaan die daarna ook testen. Zelf, zijn jullie daar klaar voor? Ja, houden jullie van rollercoasters en zo? Ja, ik vind het een beetje spannend. Ja. Hou jij van snelheid, Jamie? Dat hangt er vanaf. Niet altijd, maar vandaag heb ik er zin in. Oké, dus we gaan jullie horen gillen. Oké, dat is heel goed. Trouwens, dat busje van jullie, heeft dat zo extra ruimte per toeval? Ja. Ja? Zo ruimte voor iets dat er zo uitziet? Ik weet het niet. Oké, want we hebben misschien een kleine verrassing voor jullie. Ik ga die verrassing niet zelf overhandigen. Daarvoor roep ik onze eigen Catnet Netmanager Annemier bij. Misschien hier op onze toeters. Een beetje. Ja. Goed idee. Voilà. Oké. Dan gaan we nu over naar nog een heel mooi moment. Jullie attractie openen. En ja, jullie zien daar ook een knop blinken. Je bent nu al aan het gillen, Jamie. Oké. Dus ja, moet ik hem anders? Ja, voilà. Dat is veiliger. Ja, dat is niet goed als ik dat vasthoud. Dus ja, ga maar rond de knop staan. Want dit is jullie moment. Ik ga weer aftellen en jullie mogen me helpen natuurlijk, van 5 naar 1 en dan mogen jullie drukken en dan is het zover. Oké, klaar jongens? 5, 4, 3, 2, 1! De Like Me rollercoaster is officieel geopend! Vrienden, ik stel voor dat wij die gewoon nu gaan uittesten. Jullie kunnen die zo meteen ook uittesten, maar geniet vooral van de tussenloop van de drankjes en de hapjes en van jullie dag hier in Plotseland. Tot de volgende keer!